Wat is de rode vlag bij een vrouw? Als in dus alarmbellen, niet... Ja, dus dat. Ik denk dat de vraag duidelijk was. Wel? Ja, ik weet het niet. Persoonlijk vind ik, ja, ik knap heel erg snel af als het vrouw veel te grof is met woorden. Niet dat je midden op straat loopt, dat je gaat gillen en lopen schelden. Oké. Okay. Lieke is open, avontuurlijk en nergens bang voor. Behalve voor de liefde. Laat de liefde hebben. Ja, echt? Ja. Daarom ga ik haar helpen om de liefde weer leuk te gaan vinden. Iets minder direct doen. Oh nee, ik ga niet aan al dat gezeik beginnen hoor. Ik zeg gewoon waar het op staat. Met verschillende experimenten en dates gaan we op onderzoek uit. Ik vind het wel oprecht gezellig. Ja. Het is wel echt leuk. Dit is Expeditie Liefde. Tot nu toe was het nog geen groot succes. Nee. Nee, het was treurig. Erg treurig. Nu hoop ik dat we vandaag toch nog een beetje de boel kunnen omdraaien. Maar daarvoor wil ik wel graag eerst weten, waar val jij nou eigenlijk op? Weet ik niet, eigenlijk. Als ik kijk naar het verleden is het zo verschillend qua uiterlijk. Dus qua innerlijk, ik denk gewoon iemand die van het leven geniet, ja, maar of zo. Het innerlijk boeit ons nu even niet. Ik wil graag je type qua uiterlijk. Ik heb geen type, oprecht niet. Nee? Nee, het maakt niet uit. Lang, kort, dik, dun. Cameraman, zou je hem doen? Wel verzorgd. Dat is dus een nee. Maar ik denk, wat ze dan gemeen hebben, ik denk dan toch iets van een twinkeling in de ogen of zo. Gewoon, ik weet niet, als iemand gewoon plezier heeft in het leven en gewoon, weet ik veel, met je op boevenpad wil of zo, dat denk ik. Dus keek gewoon geil naar je? Nee, jij is blij. Nog meer? Tatoeages. Ja. Dat vind ik wel heel sexy. Onverzorgd, goor. Maar goed, ik hoop dat hij vandaag ertussen zit. Want wij hebben iets heel leuks op de planning staan. Ik heb namelijk 4 mannen opgetrommeld en achter een doek gezet. In 3 rondes moet Lieke bepalen met wie ze vanavond op date gaat. Elke ronde doe ik het doek iets omhoog en mag Lieke de mannen het hemd van het lijf vragen. Niet letterlijk natuurlijk. En Liek, wat vind je daarvan? Interessant. Je mag ze nu vragen stellen ook. We beginnen bij Rolls. Wat is je naam? Tijmen. Hoe kom je aan die schoenen? Ja, gekocht, eerlijk gezegd. Gewoon, ik vond ze heel vet. Ik dacht, die moet ik hebben. Waar? Op ux.nl. Zijn het ux? Ja. En Grijs, wat is je naam? Badr. Hoe lang heb je je schoenen al? Niet zo heel lang. En donkerblauw? Denzel. Denzel. Nee. Ga je ook uit op deze schoenen? Nee. Waarom niet? Heb ik andere voor. En hoe bepaal je dat dan? Deze schoenen zijn sowieso best oud, dus ik ga niet met oude schoenen op stap. Oh, je gaat met nieuwe schoenen op stap? Ja. Oh, maar dan gaan ze toch, worden ze vies? Ja, niet gelijk. Oh. Ook een beetje indruk maken bij de vrouwtjes, hè? Ja, blijkbaar. Daarom heb ik ook deze schoenen aan. Ja, hij heeft niet geholpen. En dan hebben we... Vincent. Oh, dat zijn van die nette schoenen. Zeker. Dat is goed. Oh. Wat wil je van ze weten? Badr, wat was je laatste reis? 2 dagen geleden, Japan. Oh, wat vet. Leuk. Hoe lang was je daar? 10 dagen. 10 dagen. Zou ik nooit heen willen eigenlijk. Nee? Nee. Nou, dan kan je weg. Nee, ja. Oké. Denzel. Rook je? Nee. Je mag naar huis. Drink je? Af en toe. Oké. Okay. Vincent, wanneer was je voor het laatst naar de kapper? Vandaag. Echt? Zeker. Speciaal voor Lieke. Zeker. Kijk. Oh, vindt hè. Wat is je hobby? Dat klinkt raar, maar werken. En op stap, als ik tijd heb. Wat voor werk doe je? Ik ben bedrijfsleider bij een kroeg in Eindhoven. Hé, hey, dat is leuk! Eindhoven! Oh, daar komt mijn ex ook vandaan. Je weet nu alles over de schoenen van deze mannen. Ja. Nu is het tijd dat je iemand naar huis gaat sturen. Wat erg. Gebaseerd op schoenen ook. Oké, dan ga ik toch helaas afscheid nemen van Denzel. Hallo. Hallo. Ga je een knuffel geven? Hey. Zo leuk dat je er was. Ja. Dankjewel. Sorry, ja, toch, ik moest iemand kiezen. Geen probleem. Maar waarom Denzel? Ja, eigenlijk een super lame excuus, maar ik moest kiezen. En ik hou gewoon van toch wel een biertje op z'n tijd, gezelligheid. Ook in een kroeg gewerkt, dus ja. Sorry. Jammer. Wat vind je ervan dat je afvalt, Denzel? Jammer, maar het is geluk of pech hebben.
Zeker weten. Ja. Maar kan je vertellen? Je hebt geluk hoor. We gaan door. Bram, je bent zo lul. Maar I agree. Nou, daar komt ie hoor. Oh ja. Ik zie twee sjaaltjes. Hebben jullie het koud? Nee. Behoorlijk warm. Ja, je hebt ook fucking UX aan. Ja. Ja. Oké. Okay. Badder, heb jij nagedacht over de kleur van je jasje bij je schoenen? Ja. De eerste niet. Nee, de eerste niet. Ik ben hartstikke kleurenblind. Nee, ze zijn felroze. We beginnen op links, roze. Wat doe je graag in het weekend? Ja, ik hou ook wel van een feestje, moet ik eerlijk zeggen. En ik produceer techno, dus dat doe ik ook graag in het weekend. Oké. Okay. En ben je dan van bier of van andere middelen? Wijn, eigenlijk. Wijn? Ja, ja, ik heb 5 jaar in een wijnwinkel gewerkt, dus ik hou echt extreem veel van wijn. Badder, waar woon je? In Amsterdam. In Amsterdam. En wat doe jij in het weekend? Ik hou ook wel van een feestje. En als ik niet aan het feesten ben, ben ik aan het werk. En wat voor werk doe je? Ik ben horecaondernemer. Ook horeca? Kijk. Oké, okay, en drink je dan zelf ook graag een biertje? Ik ben eerder van de Baco. Baco? Dat is een drankje met karakter. Ja, getsie. Dus dezelfde vraag ook voor jou, Vincent. Wat doe je graag in het weekend? Ik werk in het weekend. Ja. En als ik wel een keer vrij ben, dan ben ik alsnog op stap te vinden. Ja. Die zuip volgens mij wel zijn kop eraf. Ja, dat denk ik ook. Oké, ik doe toch nog 1 vraag. Nee. Ik had hem aan Badder al gesteld, maar Tijmen, wat was jouw laatste reis? Dat is deze zomer geweest, Portugal. Oké. Okay. Wat ging je doen? Surfen. Oh. Oh? Surfboy. Ja. Interessant. Vincent, wat was jouw laatste reis? Dat is denk ik naar Zurich geweest. Maar wat ging je nou precies doen in Zurich? Met voetballen. Oh, sportief. Valt ook weg. En de andere twee, skiën jullie? Ik niet. Ik heb het wel eens gedaan, maar ik ben er niet een held in. Ik snowboard. Oké, al lang? 5 jaar, denk ik nu, 6 jaar. Wil jij op skivakantie of zo? Ja, ik heb zoveel zin om te gaan skiën. Ja. Ja, ja, ik doe dat vanaf mijn tweede, dus dat hoort er bij mij wel echt bij. Rijdt een van jullie motor? Ik wil hem nog gaan halen. Ik ook. Dan gaan we samen. Ja, top. Zo. Smooth. Ik denk dat het tijd is om weer iemand naar huis te gaan sturen. Ja, ja, fuck je. Ik denk dan toch, Vincent, dat jij naar huis moet. Dat snap ik nou niet. Uit het zuiden, houdt ja, verzuipen. Hallo. Hoi. Hoe is het? Ja, goed hoor. Vond je het spannend? Beetje. Oké, okay, nice, ik ook. Beetje. Maar, ja, nee, sorry man. Maar niet uit. Ik dacht toch, ja, ik weet niet. Toch, zeg maar, als je echt een bedrijfsleider bent, dan ben je wel echt 24/7 daar. En hele lastige tijden ook. Ja, wat vind je ervan dat je naar huis bent gestuurd? Jammer, ja. Maar het is niet anders. Ja, sorry man. Maar thanks, thanks. Jongens, hartgebrokenlijk. Ja. Echt zielig. Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk het ook. Naar de laatste ronde. Jeetje, lastig dit. Ik snap nog steeds de schoenkeuze niet. Ja, ik vind het wel wat hebben. Ja? Ja. Nee, ja, ik denk wel dat het gezellig iemand is om een biertje mee te doen of zo. Ja? Gewoon gezellig. Ja. Oké, ook een vraag voor allebei. Wat is de rode vlag bij een vrouw? Als in dus alarmbellen, niet... Ja, dus dat. Ik denk dat de vraag duidelijk was. Wel? Ja, ik weet het niet. Persoonlijk vind ik knap heel erg snel af als het vrouw veel te grof is met woorden. Niet dat je midden op straat loopt, dat je gaat gillen en lopen schelden. Oké. En jij, Tijme? Beetje slim vind ik wel nice en ja, ik hou ook niet zo heel erg van arrogantie. Maar een beetje slim is genoeg? Nou ja, goed, oké, okay, gewoon slim. Laat ja, het daarop houden. Gooi maar. Nee, dat was genoeg. Ja, oké. Okay. Ik heb ook nog wel een belangrijke vraag. Als jullie nou de liefde van je leven hebben gevonden, kan je er dan mee leven dat ze letterlijk alles vergeet? Echt alles. Zelfs je naam. Als het liefde van mijn leven is, kan ik daar wel mee leven, ja. Ja, insgelijk, ja. Vind ik ook. En zolang ze de liefde niet voor jou vergeet... Dat is het poëtisch. Die is goed. Die is goed. Oké. Okay. Nog 1 vraag om het af te leren. Ja. Hoe zouden jullie het vinden als een meisje nog bevriend is met haar exen? Geen probleem. Ik ben ook al bevriend met mijn ex, dus nee, no worries. Oké. En jij? Ik denk dat dat... Ja, in principe is dat geen probleem natuurlijk, maar goed.
je moet degene ook leren kennen om te weten van hey, hoe gedraagt diegene zich rondom zijn ex. Kan je daar wat mee? Ja. Ja. En met één van deze twee ga je zo meteen zuipen. Ja. Wie gaat dat zijn en wie stuur je naar huis? Ik ga dan denk ik toch Badder naar huis sturen. Nou Badder, kom er maar bij. Hallo. Hi. Hi. Ja, ik weet het niet zo goed. Je bent wel gelijk van hem weg, hè? Ja, nee, ja, ik vind ja lastig. Waarom heb je Badder nou naar huis gestuurd? Ja, ik denk toch meer omdat roze denk ik iets vlotter is. Iets meer mee kunnen lachen, denk ik. Ja, jammer. Vind je het jammer dat je naar huis gestuurd? Het is jammer, maar dat was een leuke ervaring. Ja? Goed zo. Zeker. Ja. Nou, thanks. Laat maar zien wat voor gezicht bij die vreselijk lelijke schoen hoort. Lelijk, auw. Hi. Wat leuk. Nou, we gaan een biertje doen. Ja, wat zuipen, gezellig. Waarschijnlijk zelfs. Dit waren de schoenen uiteindelijk, hè? Ja. Dat kan niet anders. Ja. Die is echt lelijk. Ik wel, ja. Het is wel echt heel lelijk. Ja. Maar wat vind je van de rest van het plaatje? Ja, perfect. Ja? Ik heb er zin in. Ik denk dat het gezellig wordt. Gaat zo op het gezichtje zitten. Kijk eens. Nou. Nee, niet goed. Let's go. Ik heb echt niet goed. Ja, maar eerst even een biertje drinken. Ja, eerst even een biertje drinken. Top. Ja. Waar gaan we dat doen? Ja. Dat ga ik jullie laten zien. Kom maar mee. Let's go. Oké, ik ga even mijn moeder bellen om te vragen of zij er nog vertrouwen in heeft. Hallo moeders. Hallo. Hallo. Hoe is het met jou? Ja, goed hè? Ja. Zoals je weet ben ik bezig met een liefdesexperiment. En ik vroeg mij af, heb jij er nog een beetje vertrouwen in met mij? Absoluut, absoluut. Er komt een moment en dan vind je de man van je leven. Ja, nou ik vind het wel lang duren. Nee hoor, dat is altijd een verrassing. Het verrassingselement zit erin. Oh ja. En je hebt niet verwacht. Ja. Ja, dan komt het deze op je pad, hè? Bij de groenten in de supermarkt. Ja, zoiets. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat denk jij dat er bij mij past? Wat voor iemand? Iemand die humor heeft. Ja. En misschien wel als toegevoegde waarde iemand die iets meer gestructureerd is. Oh. Dus dat je juist elkaar sterker maakt. Heb jij eigenlijk bij mijn exen geweten vanaf het begin van oké, dit zal het niet zijn voor altijd? Bij een aantal wel. Nee, dat hoeft ook niet. En bij een aantal dacht ik van nou, dat kan wel eens de liefde van je leven zijn. Ja. Ik heb straks dus weer een date en ik vroeg me af of jij misschien tips voor mij hebt. Maar ja, je hebt natuurlijk ook al 10.000 jaar niet meer gedate. Nou ja, weet je, het begint denk ik gewoon met jezelf zijn. Schrikt dat niet af, denk je? Ja, nou, als het afschrikt, dan weet je zeker dat hij niet bij je past. Nee, dat is ook. Dat denk ik eigenlijk ook. Nou, top. Thanks voor de tip. Ja. Wil je verder nog iets kwijt aan mij? Nee, ik ben gewoon leuk en je verdient gewoon een hele leuke man. Ah. Oh. Nou, goed moeders, hier kan ik wat mee hoor. Ja. Je gaat ervoor. Ja, ik ga ervoor. Oké, doei mami. Dank je wel. Love you, doei. Nou, eigenlijk zegt mijn moeder dus eigenlijk precies hetzelfde wat ik ook zeg. Dus ik denk dat ik zelf ook wel gewoon weet wat ik wil, waar ik heen wil. Ik weet gewoon alleen niet zo goed hoe ik er moet komen. Maar wie weet gaat het experiment mij helpen. Nou, daar zit ze hoor. Onze date queen. Onwijs veel zin in. Gezellig. Hallo. Ben je er weer? Yes. Jij zit aan de zuiver natuurlijk. Ja. Kom jij er ook lekker bij nee, zitten, Bram? Nee, ik laat de troetelduifjes even helemaal alleen. Wil jij nog met een cameraploeg? Jij nog wat drinken ook? Een biertje. Perfect. Ho. What up? Top. Ja. Dank. Nou, niet in één keer proost. Laat de liefde lekker bloeien tussen jullie. Ja. Lekker first date, man. Ja. En af en toe kom ik even checken of alles goed gaat. Jij bent een soort van nieuwe Sergio. Maar dan een stuk knapper. Nou, top. Plezier, hè? Dank. Heb je er zin in? Ik heb er wel zin in. De schoenen waren dus niet... Jij bent geen fan of wel een fan?
Nou, niet van de schoenen. Maar wel fan van dat je iets anders draagt dan anderen. Weet je hoe ik heet? Ja. Timen. Ja. Ja. En waarom dit programma? Ga meteen de diepte in, jongens. Ja, meteen de diepte in. Komt goed. Nou ja, ik vind gewoon de liefde iets heel kwetsbaars. Wat trauma's opgelopen, denk ik. Oh god. Ik date ook nooit. En ook gewoon, mensen zijn dan geneigd om alleen maar de goede kanten van zichzelf te vertellen. En dan denk ik, ja, ik hou daar gewoon niet zo van. En woon je ook in Amsterdam? Ja, ik heb hier voor 6 jaar in Utrecht gewoond. Oh, leuk. Ja, fantastisch. Maar na 6 jaar heb ik het wel gezien. Ja, wil jij kinderen? Of dat klinkt heel heftig, maar ik bedoel meer wow. Van, zou je die ook opvoeden in Amsterdam? Ja, ik heb toevallig hier vorige week een gesprek met iemand over gehad. Niet binnen de ring, wel buiten de ring. En wat vinden je ouders ervan dat je op deze manier de liefde aan het zoeken bent? Ze hebben niet echt een mening daarover, denk ik. Nee. Denk je dat je het gaat vinden? Huh? Denk je dat je het gaat vinden? Nee. Good story. Here we fucking are. Nee. Exact, exact. Ja. Maar deed je überhaupt veel? Ik deed het regelmatig. Ja? Ja. Waarom? Ik vind het leuk. Het is gewoon interessant om verhalen van hele andere perspectieven te horen. En om mensen te ontmoeten. Exact. Ja. 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 Oh, nee, ik heb het verteld. Ik zie dat jij zoveel bier hebt gesopen. Volgens mij moet je even naar de wc. Moet ik naar de wc? Ja, dat denk ik. Oh, nou goed, dan ga ik even lekker naar de wc. Het is al kut. Juist, jij weer aan met je bek. Is het een lul? Nee. Zou je hem doen? Zou ik hem doen? Waarschijnlijk, want ik doe iedereen. Nee, grapje. Zij het zelf. Nee, geen grapje. Nee, grapje. Niet om terugkomen. Het valt echt mee. Nee. Dit knippen we er allemaal uit. Vertel eventjes, wat zijn zijn pluspunten? Dat impulsieve, gewoon doen wat voor jou goed voelt. Niet zo nadenken over wat anderen vinden. En zijn er ook dingen waar je tegenaan bent gelopen dat je denkt van, nou, dat vind ik nou jammer? Nee, eigenlijk niet. Oeh, zit er potentie in? Ik weet niet of er een vervolg komt. En ondertussen is die al heel lang aan het plassen, dus ik zal hem even helpen met afknijpen en dan stuur ik hem weer jouw kant. Ja. Vanaf hier ging het alleen nog maar over koekjes en kalfjes, dus laten we de video maar gewoon gaan afsluiten. Drink nog lekker een biertje, even lekkertjes zonder de cameraatjes, even lekker een beetje. Dan rust ons nog één ding en dat is jullie bedanken voor het kijken. Volgende week zijn we er gewoon weer. Met weer een nieuwe aflevering. Oh, ja, dat is wel heel raar. Dat, je gaat volgende week gewoon een andere gast daten. Lullig inderdaad. Ja. Maar dat is natuurlijk veel minder leuk. Sowieso. Okay, top. Geen stress. Leuk. Ik denk dat de date zoveel beter ging dan de vorige. Ook omdat er een iets betere match was, denk ik. Ik vind het wel minder beladen dan eerst of zo. Ik ben ook heel benieuwd waar ik persoonlijk uit ga komen. Zal ik meer en meer over mezelf leren, over hoe ik me opstel tegenover een jongen, maar ook ja, wat wil ik allemaal? Dat was hem, jongens. Tabé, de ballon.